Ik hoorde die kerkklokken luiden en nou, alles stond erin wat ik zag gebeuren. Ik vond dat dus zo uit het leven gegrepen eigenlijk. Toen ik 75 jaar was, toen probeerden ze het te zingen in de oude kerk, de Zwenen Kantorij. Maar dat wist ik dus niet, dat ze daarmee begonnen. En ik dacht wel meteen, goh, wat een mooi stuk is dat. En als ik het nu achteraf bekijk allemaal, dan zit alles erin van later tijd. Willem Vogel kwam een paar jaar geleden voor het eerst in mijn leven. Ik wist natuurlijk al lang wie het was, de man van de oude kerk. Ik bedoel de illustere opvolger in principe van Zwenink, niet waar, als we lang terugdenken. Ja. Hij zit niet op zomaar een plek. En hij was een paar keer te gast, tot mijn grote genoegen, in het, programma, een soort kerkmuziekprogramma, waarover kerkmuziek gepraat werd, van de NCRV, Musica Sacra. En heb hem toen beter leren kennen en meerdere gesprekken met hem gevoerd. En leren kennen als een buitengewoon aimabel mens. En geboren voor het vak kerkmuzikant. Want een organist moet een dienstbaar karakter hebben. En als er iemand het heeft, dan is je vader het wel. Hij heeft natuurlijk een geweldig gevoel voor humor. En ik vind ook altijd dat hij van die ontzettende pretoogjes heeft. Ja, vind ik echt. En je ziet ook best wel aan hem als hij eens een keertje boos is. Of als hij denkt van nou even geen gezeur, ik wil nou verder. Dan stopt hij wel weer eens en dan probeert hij dat een beetje af te doen. Dat doet hij ook altijd heel tactvol, heel handig. Daar bewonder ik hem wel eens om. En ja, daar heeft hij van die prachtige opmerking. Ik zou ze nou zo gauw niet weten, maar dit boek heb je misschien nog niet gezien. Nee, nog niet. Nou, dan moet je dat, als je bij je vader bent, maar eens inzien. Want daar staan ook een paar hele aardige opmerkingen in. Hij is een muzikant. En wat ik altijd bijzonder gewaardeerd heb, dat is dus dat wat hij schreef, voor welk instrument het ook was, of voor welke stem ook, dat bruikbaar was, dat dat overeind bleef, dat het eenvoudig was, dat het, als ik dat beeld gebruiken mag, op de juiste manier tussen hemel en aarde stond gestempeld. Hè? Dat is een Timmermans term, maar bleef overeind. En dat is lang niet bij iedere componist het geval. Met stok en staf gaat hij hen voor, de herder die de kudde leidt, de heuvels over, dalen door, op zoek naar land waar gras gedijt. Ja. Het is redelijk goede taal, ja, vind ik, ja. En geschikt om een melodie bij te maken. Ja. Dit is gewoon 4x8. Dus dat kun je op heel veel bestaande wijzen zingen. Maar men wil ook wel eens even wat nieuws doen. Aha. Kun je het laten horen? Nou, het is nog niet klaar eigenlijk. Er zitten een paar dingen, daar ben ik nu op dit moment niet uit. Dat moet nog even. En wanneer is zijn gezicht krijgen. Aha.
de inhoud van de tekst. Die is bepalend voor de melodie? Ja, toch. Hè? Kijk, dit zei ik al, dit is 4x8. Daar kun je zoveel melodieën op zetten. Daar kun je ook een melodie op zetten die uitsluitend in de lijdenstijd past. En dat is maar wat je ervan wilt. Maar daar gaat dit niet over. Dus dan zou zo'n melodie helemaal het lied in een verkeerde hoek trekken. Wat zijn nu nog de blinde vlekken in deze melodie? Tenminste, die had het over blinde vlekken. Wat ja, is, een paar keer herhaalt zich die G als slottoon. En ik heb liefst niet in één lied een paar keer dezelfde slottoon aan het eind van de regels. En het ritme, wat doe je daar aan? Dit gaat over een herder. En dat is toch altijd een beetje verbonden aan pastorale. Een pastorale, en dat is een herderslandschap met schaapjes. En dus is dat in de driekwartsmaat. Daar zit even een rust. Maar dat geheel bevalt me nog niet. Dus nee. Maar je moet ergens beginnen. En dan uiteindelijk kies je voor wat het dan worden moet. En dat is soms een regel uit het ene en soms een regel uit het andere. Ja. Die toch allemaal uit één bron komen. Mm-hmm. Ik ga altijd uit van die mensen die daar zitten, die dat moeten doen. Dus ik voeg me naar die mensen. Maar ik houd het wel binnen mijn eigen raam van muzikaliteit, misschien artisticiteit. Ik doe niet oeverloos wat zij graag willen, want dan zou je nergens terechtkomen. Maar het is dus altijd in verbinding met de praktijk dat een lied afgerond wordt. Dus dit is ook onderweg. En dan als het gezongen is, dan zien we verder. Of het zo kan blijven, of dat toch nog hier en daar wat veranderd moet worden. Ik heb het hier. Loes, wil jij het even distribueren? Ja, maar wacht even. Toegezegd. Ik ga het zo vals. Dat hun werd toegezegd. Willem Vogel, weet je zeker, vandaag besteld, gisteren ontvangen. Terwijl de rest van de muzici altijd maar zat te wachten op inspiratie, of te laat was, of het allemaal niet snapte of begreep. En dat heeft voor mij altijd je vader getekend in wie hij is. Vooral een ambachtsman, een vakman, een handwerksman, die de hele dag, zijn hele bestaan bezig is met het fabriceren van noten. Wat mij altijd geboeid heeft bij Willem is dat hij zich helemaal heeft toegelegd op het schrijven van muziek voor de stem, voor de zangstem. En dan meer de stem van een
gemeente, een gemeenschap, een collectieve stem, dan voor een enkele stem. Niet zozeer het kunstlied, maar het gemeenschappelijk te zingen lied. Dat heeft hem zo vervuld, heeft hij zijn hele leven aan gegeven. Wat hem waarschijnlijk is komen te staan op onderschatting van de kant van de muzikale kritiek. Want ik denk dat bij de muzikologen en de beroepsmuzici te weinig belangstelling en waardering is hiervoor. Maar ik denk dat het een enorme prestatie is om dit levenswerk op te leveren. In de naoorlogse tijd, op alle terreinen, dacht men, nu gaat er wat nieuws beginnen. Nu gaan we, het oude is kapot gebombardeerd. We gaan een nieuwe toekomst tegemoet. Nou, zo ontstonden daar ook die nocturnen, nieuwe kerkliederen. Barnard werd als dichter aangetrokken. Anton van der Horst en Henk Badings als componisten en af en men zou het gaan maken. Toen geviel het zo dat vlakbij ons, wij woonden aan de Amsteldijk in Amsterdam, vlakbij in de Uithoornstraat woonde Frits Meertens en wij leerden elkaar kennen. En die had daar oren naar, in de meest letterlijke zin van het woord, die had er oren naar. En Tim Overbos, die zo goed organiseren kan, die heeft toen gemaakt dat daar een gelegenheid werd geschapen. We hebben dat dus aangekondigd doodgewoon hier in Amsterdam, dat die dienst er was. We kregen dus op dinsdagavond de Maranatha-kerk tot onze beschikking. En hebben dus allerlei pamfletten rondgestrooid en verteld dat we er waren. En dat gebeurde dus ieder dinsdagavond. En Frits Meertens, die dus organist was toen in de Maranatha-kerk, die heeft ons leren zingen. Die ging er hardnekkig van uit dat iedereen zingen kon, staan, weet je wel. En denk erom, het zijn die buikspieren en het middenrif dat het doet. En niet erbij blijven zitten, maar nou inderdaad zingen. En dat heeft hij ons geleerd. We hadden ons tot taak gesteld om uitsluitend nieuwe dingen te zingen. De nieuwe berijming van de psalmen of andere stukken uit de Bijbel. Getoonzet opnieuw. Nieuwe teksten, evangelieliederen, epistolliederen, rijmbrieven. En toen is Willem erbij gekomen. Die hebben we erbij gevraagd om zijn aandeel te leveren. En binnen dat kader heb ik hem leren kennen. En via Overbos werd mij dan gevraagd ook wel of ik niet ook eens een nieuwe wijs voor die nocturne kon schrijven. En dat deed ik dan wel. En als dat dan gezongen werd, ging ik er zeker heen. En daar zijn al verschillende nieuwe liederen ontstaan die later in het liedboek terecht zijn gekomen. Participerende kerken hebben aan de wil tot deze samenwerking zelf vormgegeven en er hun fiat aan gegeven. Vandaag geven wij het resultaat van de uitgevoerde opdracht in handen van de kerken. Zeer geachte afgevaardigden, met vreugde mag ik u een serie van eerste exemplaren van het liedboek aanbieden. Waarin onderscheidt nou een kerklied zich van een gewoon lied van? Nou, niet. Niet? Nee. Vind je niet? Nee. Dat zeg ik. Van de liedjes op de radio of in de popmuziek? Of, Nou, dat is individualisme, hè? Popmuziek. Dat zijn mensen die dat in hun eentje zingen. Dat kun je het volk niet laten zingen. Nee, nee. Luister maar naar het voetbalstadion wat die zingen. Dat is nog breder en nog simpeler dan wat we in de kerk als volkslied hebben. Doe jij ook wat met lichte muziek en met popmuziek? Of met, luister je daarnaar gericht om iets aan je eigen muziek te doen? Nee, ik heb oogkleppen voor. Dat wil zeggen, ik hoor het wel natuurlijk allemaal, maar ik heb er geen enkele binding mee. Nee, ik kan die ritmen niet eens zingen. Ik heb helemaal geen behoefte aan muziek die niet een
laat ik zeggen, een verhaal heeft. Hè, die maar zo om de leukigheid is. Nee, kerk heeft een eigen gezicht. Ja. En moet dat ook houden, ook vind ik ook. Dat zijn tenoren, u bent sopranen, alten en bassen. Nou kijk, dat Magnificat, daar zijn we al mee klaar, want dat staat op die cd die daarvoor in de pauze ligt. En dat gaan we even proberen van Andries Govaert, blind dol ik rond. Ja, sorry dat ik het weer over die cd heb. Daar staat die niet op. Want mijn koor in Ouderkerk, dat het zou gezongen hebben, dat het meteen kon zingen, die zijn er tegen dat je jij tegen onze Heer zegt. Die ene mevrouw zegt, tegen mijn groenteboer zeg ik u. En tegen hem jij. Nee, dat doen we niet. En dan respecteer ik het al. Is het maar één of twee leden, zeg ik, weg ermee. He, want die mensen zijn voor plezier op het koor. Die moet je niet een avond kwetsen. Of ik u kwets, daar maak ik me nu niet druk over. Want straks gaat u weer weg en u bent niet gekwetst. Probeer het maar eens in het oud-Chinees te zingen. Oh. Ja. Oud-Chinees is gewoon na, 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 na. Goed, ja. A, G, dat zijn de sopranen. D, B, tenoren, bassen. Dus Chinees, hè? Twee, drie. Na, 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 na. Nou, jullie zijn fantastisch. Jullie worden hartstikke bedankt. In 1990 schreef toen nog redacteur Kerkelijk Pagina Trouw, Evert Matthies, op een recensie van een zangmiddag in de Oude Kerk, Nieuwe Kraamkamer op de Wallen. Resultaten daarvan en van wat Willem ook in die tijd nog heeft gedaan, is dus nu in deze nieuwe delen, katernen, die we vanmiddag hier met elkaar willen beproeven, zoals dat klassiek heet, aan de openbaarheid worden prijsgegeven. Dat is het goede woord. Kijk, wat jouw vader en mij heel sterk altijd verbonden heeft, is dat wij allebei dienstbaar aan de gemeente willen zijn. Wij zijn gelukkig als we de mensen kunnen enthousiasmeren, ze aan het zingen kunnen krijgen, en wanneer dat zingen, en dat voor mij zelf geldt dat heel sterk, ook meteen hun geloven zelf wordt. Van Barnard is de beroemde uitdrukking dat je zingt jezelf niet te buiten, maar je zingt je de dingen te binnen. Dus al zingend leer je geloven.
Zullen we nog even staan en het nog even... wij zingen dat die ons tegenstraalt, die ster. Nou, misschien kunnen wij ook wat meer stralen. Nieuwe teksten, nieuwe liturgische teksten met daarbij behorende muziek. Dus je kan wel teruggrijpen op oude tradities, maar die kan je niet straffeloos zomaar in het heden plaatsen. Die moeten opnieuw verwoord worden en ook in een muzikaal idioom van nu vormgegeven worden. En dat is eigenlijk met name datgene waar we mee begonnen zijn. Om te kijken hoe je met woorden van vandaag en noten van vandaag die oude traditie opnieuw tot leven zou kunnen brengen, met name op zijn invulling. Is dat te vergelijken met wat in de nocturne diensten gebeurde in de jaren 50 zo? Ik denk dat het te vergelijken is, omdat de breedte van de ecumenische liturgie ons verbindt. En ik denk dat wij voortbouwen op de fundamenten die daar gelegd zijn. Met dezelfde soort enthousiasme, dezelfde soort ook theologische insteek, dezelfde soort denken over liturgie en kerkmuziek, over gemeente zijn. En zo is in feite ook met jouw vader en mij gegaan in de oude kerk. Want wat wij aanvankelijk zelf voor eigen gebruik in elkaar zetten, daar kwam al gauw de vraag uit het land van: kunnen wij dat ook hebben en waar is dat te krijgen? En dus op een gegeven moment blijkt je iets te maken wat breder is dan je eigen doelgroep. En ja, zo zijn de Amsterdamse katernen ontstaan, een soort voorlopige uitgave van dat materiaal. En ja, die zijn nu al, geloof ik, deel 28 ben ik op het ogenblik mee bezig. Dus dat is door de loop van 10, 12 jaar doorgegroeid. Kijk, er is veel muziek, die kunnen ze er best uit krijgen. Maar als ze het dan gedaan hebben, zeggen ze, hoeft dat nou nooit meer? Ja, maar... Nou, zulke soort, dit vind ik geluiden maken. Maar die heb jij toch zelf gemaakt, die geluiden? Ja, tuurlijk. Ik wil ook wel eens geluiden maken. Oh, ja. Ja. Maar plotseling neem je afstand van je eigen werk. Dat vind ik wel maf. Nee, dit kan ik ook, als ik wil. Maar ik wil dat niet. Ja. Dat is een beetje onduidelijk. Nee, maar nu is het stuk is daar, hoe dan ook. Ja, al dan niet leuk als het zingen. Ja, toch wel. Ja. Ja. Circus, moeilijke oefeningen en zo. Ja, met die bedoeling is het toch niet geschreven? Het is toch echt weer... Ja, nee, natuurlijk. Ja. Ja. Niemand kan zingen. Kan je het een stukje laten horen? Hoewel, ja, kijk. Dit is te vinden. In spe. Dat is ook te vinden. Zo gaat het stuk door. En ja, dat is heel leuk. Hè? Maar het is, als verder niemand het zingt, dan besteed ik mijn tijd daar niet aan. Maar doe jezelf dan niet tekort? Dit zijn misschien klanken die je veel meer aanstaan dan zo'n liedje uit het liedboek. Of uit een... Ja, maar ik maak het niet voor mij, ik maak het voor mensen. Nee, maar als ik dit hoor... Als ik dit... Dat was, dit is denk ik 30 jaar geleden, ja. Toen was dit de trend.
ik zoek naar een muziek waarvan men zegt, kunnen we dat nog niet eens zingen? Dat die muziek zelf de uitnodiging in zich heeft om te gaan zingen. Mm-hmm. En dat is, laat ik zeggen, mijn publiek. Dat zijn mensen die zondags naar de kerk gaan. Mm-hmm. Met de thuisblijvers heb ik ook niks te maken. Mudde zei vroeger, wij hoeven niet de wegblijvers te bekoren. Mm. Nee, dat hoeft ook niet. En die mensen die zitten er en die willen en die kunnen zingen. En wij proberen hoe ver we daarmee gaan kunnen natuurlijk. Beuzekom vertaalde graag teksten en ik zette dat graag op muziek. Toen hebben we een 5-jaren plan opgesteld wat er allemaal zou moeten gebeuren. En in dat 5-jaren plan zat ook dat we een volledige jaargang evangeliemotetten zouden maken. Onderhand dat ik ze schreef werden ze al uitgegeven door de Commissie voor de Kerkmuziek. En waren er al heel veel koren die ze zongen. Want je geeft daarmee ook aan een kantorij of een kerkkoor een functie in de kerk. En welke functie heeft het evangeliemotet? Dat heeft Van Beuzekom heel mooi in het voorwoord van het complete boek toen geschreven. Het evangeliemotet herhaalt, geeft een korte inhoud weer van wat in het gelezen evangelie geklonken heeft. Dames en heren, hartelijk welkom op ons jubileumconcert. En een speciaal welkom voor alle oud-leden die gekomen zijn. 25 jaar bestaat de Amsterdamse kantorij onder leiding van Willem Vogel. Gebruik maar eens van muziek van vroeger en nu. Op die manier steeds weer met plezier zingen onder leiding van Willem is voor ons reden om dit 25-jarig jubileum hier met u te vieren. Hallo Willem. Dag. Ja, hallo, dag. Ja. Dag. Ja. Ja, fijn, ja. Patrick. Ja. Ja, goed. Ja. Ja, jij bent ook oud-lid, ja. Ja, het gaat tijmen. Ja. Hartstikke leuk. Ja, ja hoor. Ja, ja. Zeker weten. Ja. Hi. Hoe gaat het? Goed? Ja? Ja? Nog steeds sopraan? Ja.
Gefeliciteerd met het jubileum. Bedankt voor je mooie zingen. Mooi, ja, dat we houden het zo. Alleen het laatste waren jullie er aan bij de David. Nou, ze komen allemaal. Ja, hartelijk gefeliciteerd. Ja. Ja. Vele jaren muziek hoor. Nou, we kijken wel. En gezondheid. Ja. 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 Hartelijk gefeliciteerd. Ik zal hem ook in de standaard. Ja, ja, het ging buiten verwacht. Oh, ja. Ja, echt. Ik heb zo lekker gezongen. Ja. Maar als er nu geen tekst is, kan je dan laten inspireren door een, nee, door een tros nee, druiven of nee, door de wind? Nee, of, nee, ik moet een tekst hebben. Maar je hebt nooit eens geprobeerd om een stuk te maken? Vele keren. Zonder tekst? Ja, ja. Zonder tekst, maar waarom zal ik een rijtje omhoog of een rijtje omlaag maken? Als ik veel muziek hoor, dan denk ik, oh, daar heb je het weer, rijtje omhoog, rijtje omlaag. Even hard en dan ineens heel zacht en dan een klap op een pauke. Dan denk je, wat heeft dit allemaal voor zin? Twee, drie.